eindelijk is het weer zover. We mogen weer los met een Super Smash. Nee, het is geen poort van de Wii U versie. Het is een volledig nieuwe Smash. Of moet ik zeggen, de ultieme Super Smash. Dit is namelijk Super Smash Bros. Ultimate. En Peter is er al volop mee aan de slag geweest vanaf de E3 2018. Peter, hoe is het om je vrienden weer kapot te slaan in misschien wel de uitgebreidste Super Smash ooit? Ja, alle vechters ooit. Alle vechters ooit zitten erin. Dat is eigenlijk het ding, hè? Alle vechters ooit zitten erin. Ja, met ook nu ook Echo-versies en natuurlijk verschillende kleurtjes. En ja. de Inkling Girl en Boy zitten erin en die kunnen nu ook die allerlei... Ja, die zijn natuurlijk nieuw en Ridley natuurlijk ook. Of Rippy. En daar kun je dus ook verschillende kleuren mee doen en allerlei verschillende dingen. Het is de meest uitgebreide Super Smash ooit. Er zijn wel dingen in de gameplay aangepast, maar ik ben eigenlijk benieuwd, wat is jou het meeste opgevallen als je zo gewoon hands-on ging? Ja, zullen we de nieuwe characters gaan doen? Ja, de nieuwe characters, nieuwe mappen. Twee nieuwe characters, twee nieuwe mappen. En een nieuwe aangepaste character. Ja. Maar die is belangrijk, want dat is natuurlijk Link van Breath of the Wild. Oh ja. En die is awesome, maar die bewaak ik voor straks. Hey, blijf je kijken. Hey, slim hè? We beginnen met Inkling. Inkling is natuurlijk de main protagonist, maar je kan heel veel Inklings kiezen. Allemaal verschillende skins uit Splatoon. Ja. En wat ik zo vet vind aan, dat vind ik, kijk, hoe definieer je een vet Smash karakter? Ik vind, heel veel mensen vind ik namelijk een beetje kritiekloos op Smash karakters. Ze vinden eigenlijk alles leuk. Terwijl eigenlijk de leukste Smash karakters zijn de karakters die hun functies uit hun respectievelijke game perfect brengen in een game als Smash. Ja. Maar dat heeft niet elk karakter. Nee. Kijk, Kirby heeft dat bijvoorbeeld heel goed, want die kan ik wel transformeren als ander. Dat is bijvoorbeeld echt een heel tof kerk, want die heeft als een feature uit zijn game meegenomen naar Smash. Ja. Inkling doet dat ook fantastisch. Want je hebt daadwerkelijk al je features die je in Splatoon hebt, met het schieten van je verfspuit, met het herladen van je verf, met het ondersquirten van andere characters verf. Doe je meer damage. Dan doe je meer damage en zo. Hebben ze ongelooflijk gedaan. Ja. En dat ongelooflijk leuk gedaan. Het maakt ook een heel complex character. Want het herladen, weet je wel, dat je echt weer je verf moet herladen. Ja, dat is je schild, geloof ik. Jouw schild is ook in de inktuiken. Dat is een losse move. Dat is een losse move. Holy shit, oké. Ja. En dus dat vind ik heel tof aan de Inkling. Als je daar een beetje in gaat verdiepen, is dat echt een heel diep karakter. Minder vind ik van Ridley. Ridley is de draak uit Metroid. Ja. De antagonist, OP, die gaat genervd worden. Kan ik je nu al verklappen. Die is te sterk. Ik stel me een beetje voor dat die een beetje Bowser-achtig is. Ja, wat trager, een beetje Charizard. Maar Bowser die kan niet vliegen. Deze guy kan ook nog eens vliegen. Dus hij is en super sterk en hij kan je niet missen, want hij is te groot. En als je hem dan eindelijk eruit dondert, vliegt hij gewoon terug. Het voelt een beetje als Superman in een game. Weet je, dat je ook zoiets hebt van, die gast kan alles, is eigenlijk onverslaanbaar. Dus Ridley wordt genervd, ik vind het ook sowieso niet zo'n interessant karakter. Goed. Het is leuk dat ze er wat meer dingen bij gooien, maar ik vind Inkling, Boy en Girl vind ik heel gaaf. Echt, maar bij Ridley heb ik zoiets van, oké. Nou, komt ook Tilted Towers komt er ook bij. Of Tilted Towers, wat is het? De Salty Tuna Towers van Splatoon komt natuurlijk als level erbij. Ja, dat vind ik niet zo'n leuk level. Dat is gewoon een level wat gewoon zo loopt. En dat is een leuke level is natuurlijk Breath of the Wild, de toren. De toren Breath of the Wild die ook nog kapot kan. De toren kan er ook nog een soort van af tijdens dat je vecht. Dus dat vind ik echt heel tof gedaan. En de vergezichten zijn wel heel tof. Je zit wel echt in Breath of the Wild als je daar aan het knokken bent. Maar dat is natuurlijk ook het sterke punt van Super Smash. Dat je al die verschillende games hebt en al die verschillende karakters en hun werelden en items. En dat allemaal een beetje zoiets van, ik ken deze game. Ja, leuk. Ja, precies. Ja. Nou, dan hebben we nog Link. Die is wel Link. Maar die heeft zijn kleding uit Breath of the Wild optioneel. Kun je kiezen. Maar hij heeft nu ook een nieuwe bom. De bom in Breath of the Wild en die is voor afstand bestuurbaar. Oké, vet. Dus dat is wel makkelijk. Ja, oké, maar is dat naar beneden en B en dan gooi je en dan moet je met moet je nog afvuren of A. Ja. Dat is best wel ook wel weer complex, maar goed, moet je me even leren. Maar dat is dus wel echt een definitieve permanente aanpassing voor hoe Link was. Ja. Maar goed, dat is wel een beetje een ding. Natuurlijk, Nintendo heeft ook gewoon besloten om tijdens die Direct echt iets van 20 minuten lang te spenderen aan wat er allemaal nieuw is aan Super Smash Bros. Ultimate. Of dat een leuk gedeelte was in de persconferentie, dat is een beetje terzijde. Maar het punt is wel, al die kleine veranderingen die zij doen zijn zo belangrijk voor die hele competitive scene rondom Super Smash. En dan vraag je meteen af, denk je dat daar weer iets in gaat zitten? Gaat dit melee van de troon afstoten? Want dat deed eigenlijk natuurlijk de Wii U en de 3DS-versie, hebben dat wat minder gehad. Ja, toen bleven mensen toch een beetje bij melee en misschien een klein beetje brawl hangen. Maar Smash is qua e-sport natuurlijk sowieso wel niche, hoor. Ja, het is heel erg niche, maar het is wel ontiegelijk veel mensen houden ervan. Ja, ontiegelijk veel mensen houden ervan, maar het is niet zo heel moeilijk om groter te worden dan melee. Denk je? Ja, kom op. Het is, nou, het de, is,
Die zijn er ook wel de controllers nu wel, dat je de Gamecube-controllers aan kan sluiten op de Switch, wat echt gewoon een briljant idee is, want je wil dit spel denk ik, een pro-controller misschien, maar je wil dit niet spelen met je Joy-Cons, want die grijp je gewoon kapot denk ik. Ja. Nee, maar laten we nou gewoon ook niet op een melee op een voetstuk zetten. Ik bedoel, die e-sport scene van Smash is zo klein, dat het niet zo heel moeilijk is om met een huidige generatie console die gewoon online ondersteuning biedt, daar weerstand aan te bieden. Ja. Je bent echt een pannenkoek. Als je een game maakt die dat niet doet, nou dat was de Wii U versie, die heeft natuurlijk niet zo goed gedaan. Maar dat kwam ook omdat Wii U, niemand had dat ding. Maar nu de Switch, hartstikke, dat is een gigantisch grote console. Dit is echt met gemak. We spelen straks nooit meer melee, we gaan allemaal Ultimate spelen. Dat is dat wel is een prima. Segment. Het is een iets snellere game, tenminste, volgens mij niet die snelste melee. Hij is sneller dan de Wii U versie. Oké. Okay. En ik vond eigenlijk het enige verschil van dat ik items pakken moeilijker was. Moeilijker. Ja, je moet dichterbij zitten. Oh, oké, okay, dus er is iets meer precisie erin. Want er zijn ook wat meer kleine repercussies gedaan, zodat als je bijvoorbeeld te veel blokt, dan krijg je of te veel dashes doet, of te veel makkelijke slagen, dan krijg je dat je dat even niet meer kan doen, of dat je minder lang schild krijgt en zo. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Ik speel zelf heel gevarieerd, dus ik heb daar nooit last van. Nee, oké. Okay, nee, ik ken de hele roster. Onverslaanbaar. Wacht maar tot het Super Smash Bros. Toernooi hier op GNSQ of zo. Pete gaat er gewoon uitkomen als glorieuze koning. King of the Hill. Met Ridley. Nee, want die is OP. Nee, oké, okay, maar al met al heb ik wel het idee dat er heel veel hoop is voor de nieuwe Super Smash Bros. Ultimate. Dat er in ieder geval meer hoop is dan met bijvoorbeeld een Brawl of met de Wii U in de 3DS versie. Ja, maak je... Ja, oké, okay, maar dat... Ja, dat is misschien. Maar ja, het is ook... Het is, ja, maar je moet ook niet doen alsof het een hele andere game is. Ik bedoel, nee, de Wii U versie was ook gewoon goed. Niemand speelde dat. Ik was al lang blij dat het niet de DS van de Wii U versie was. Had een te lage frame rate om het lekker te spelen. Dus dat was niet de schuld van, zeg maar, game inhoudelijk, maar techniek inhoudelijk. Dus de techniek van de Wii U was niet goed en de techniek van de 3DS kon het niet aan. Juist daarom, je ziet Nintendo natuurlijk een heleboel dingen gewoon pochten van de Wii U. Met Donkey Kong en natuurlijk met Pokken en notabene met Mario Kart. Dat ze heel veel dingen zoiets hebben van, oh oké, okay, dan pakken we wat op de Wii U niet werkte vanwege de techniek en dan gaan we dat bijschaven. Maar dit is dus wel echt, het is niet echt een nieuw deel, maar ze proberen wel echt de ultieme versie neer te zetten. Ja, en dat is hartstikke goed en hij is sowieso compleet. En jongens, als je heel erg veel melee hebt gespeeld, dan is het ook niet erg als je eventjes, zeg maar 10 jaar later, iets anders moet. Iets even een... Nee, maar dat je een beweging van naar links, dat het even net een fractie van een seconde sneller gaat. En dat je dan niet gelijk boos wordt en op voren gaat zeggen dat Nintendo door de duivel is gestuurd omdat ze een nieuwe Smash hebben gemaakt. Dat werkt het gewoon niet. Je moet daar de community is wel rabbit. De community gaat wel wild om en dingen. Ik snap het, autisme is vervelend. Maar af en toe moet je er even overheen zetten. Ja. En denk van, nou, het is even nieuw. Het is even iets nieuws. En verder is het voor 99% gewoon de Smash die je kent. En er zullen inderdaad tweaks van zijn. Sommigen zullen je vervelend vinden, maar dan weet je dan maar aan. Dat is het leven. Oeh, zo hé. Hey. Wauw, wat een levensles die hier gewoon getrokken worden. Ja, maar het is namelijk zo. Nou, okay. Niet alles kan altijd hetzelfde blijven, jongens. Nou, we gaan zien of de veranderingen in Super Smash, het hele franchise, of die met Ultimate een beetje goed gaan zijn. Als de game uitkomt, lees natuurlijk een review op gamersnet.nl. In ieder geval bedankt Peter voor het aanschuiven. En natuurlijk lees ook de geschreven preview vanaf E3 van Peter. Ja, daar scheldt ik niemand uit. Daar scheldt hij niemand uit en heeft hij geen wijze levenslessen. Gewoon even een reminder van, je moet niet verwachten dat hij alleen maar over die whistle bombs dropt. Ja. Anyway, tot snel. Laat het weten als je nog vragen of opmerkingen hebt. We lezen alle reacties natuurlijk. We praten graag mee. Discussieer verder in de comments. En natuurlijk tot snel bij een nieuwe video of een artikel of whatever we ook doen van gamersnet.nl.